in deze aflevering van Hardware Info TV, de Samsung 7 serie notebook. Welkom bij Hardware Info TV. Bij 7 serie denken de meeste mensen aan een BMW, maar het is ook een nieuwe serie notebooks van Samsung. En ik moet zeggen, dit is toch echt wel een van de meest mooie en stijlvolle notebooks die ik hier de laatste tijd in de studio heb gezien. Ja, de 7-serie is ja een beetje nog niet het hoogste model, want dat is de 9-serie bij Samsung. Maar de 7-serie, ja, dat is een serie met hele luxe modellen. Behalve deze 15-inch model komen er ook een aantal andere varianten die er ongeveer zo uitzien. Maar ze hebben ook een gaming notebook die ook 7-serie wordt genoemd. De 7-serie gaming notebook. Maar als je naar deze notebook kijkt, inderdaad, het is echt een hele mooie notebook. Het lijnenspel is heel strak. Het is natuurlijk een klein beetje, ligt het een beetje zichzelf op Apple. Maar ja, als je kijkt, het is toch ook wel heel eigen als je dit bekijkt. De kleurstelling is wat anders dan wat je van sommige merken gewend bent. En als je hem sluit, dan is het ook een hele bijzondere notebook. Wat ook heel opvallend is, hij lijkt heel dun, maar dat valt eigenlijk wel een klein beetje mee. Dat heeft er voornamelijk mee te maken met deze afgeronde hoeken, waardoor je ogen denken dat hij wat dunner is dan dat hij daadwerkelijk is. Ja, dat is een bekend trucje wat steeds meer notebookfabrikanten goed toepassen. Ja, want kijk, ook als je aan de onderkant kijkt, dan zie je ook wel dat die pootjes wat hoger staan. Ja, wat ook heel bijzonder is, de relatief dunne rand van het scherm, waardoor ja, deze notebook, het is een 15,6 inch model, maar hij is vergelijkbaar met sommige 14-inch notebooks qua afmetingen. Ja, het is echt een heel dun randje. En sowieso is het scherm wel ook wel gewoon relatief plat, moet ik zeggen. Ja. Het is niet de dunste notebook ooit. Het is zeker geen ultraboek, om het zo nee, maar te zeker zeggen. Nee, zeker niet. Maar hij is ook zeker niet te dik. Ja, en wat ook heel bijzonder is, het scherm. Het is een mat scherm, 15,6 inch. Maar Samsung heeft voor dit model gekozen om er een 1600x900 paneel in te plaatsen. Ja. Waardoor je dus wat meer een hogere resolutie hebt. Ja, echt 90% van de laptops heeft tegenwoordig 1366 bij 768. Dat begint echt eenheidsworst te worden. Ja. En eindelijk weer eens wat meer pixels. Ja, en dat vind ik wel echt een behoorlijke meerwaarde. Zeker als je zo'n apparaat professioneel gaat gebruiken. Je hebt wat meer ruimte om met je Excel-documenten bijvoorbeeld te werken. Je hebt wat meer ruimte om met je tekstverwerkersdocumenten te werken. Maar ook ja, als je meerdere vensters in het beeld wil hebben. Ja, ik vind het echt wel een belangrijke meerwaarde. En daarnaast, het is ook nog eens een keer een echt een goed scherm met een goede kleurweergave. Ja, nou, 7 serie, dus wat luxe. Dat betekent ook dat de onderdelen die erin zitten ook wat luxe moeten zijn. Ik zie al een stickertje van een echte Core i5, maar daarnaast ook een AT Radeon kaart. Ja, er zit een 6750 in. Nou ja, dat is niet de allersnelste grafische kaart die je in een notebook kunt stoppen, maar toch wel behoorlijk krachtig voor notebookbegrippen. Ja. Wat ook interessant is, hebben er zowel een harde schijf als een hele kleine SSD in geplaatst. Eentje van SanDisk met 8 gigabyte geheugen. En die wordt primair gebruikt om snel te kunnen opstarten met deze machine. Dus dan heb je eigenlijk toch een klein beetje die snelheid die je van een SSD verwacht, maar ook die opslagcapaciteit van die 750 gigabyte harde schijf die erin zit. Dus ja, dat is een mooie combinatie. Een 8 SSD zal de prijs niet enorm laten oplopen. Nee, klopt. Nou ja, je ziet het ook, toetsenbordverlichting zit erin, dus ja, je kan ook in het donker werken. En ja, het ziet er ook gewoon heel erg leuk uit in zo'n machine. Qua aansluiting is die ook behoorlijk compleet. USB 3.0, een gigabit netwerkkaartje, HDMI. VGA zit er ook op, alleen dan moet je een losse adapterkabel voor gebruiken om dat te kunnen toepassen. Ja, de standaard VGA-stekker is al simpelweg gewoon te groot en te dik zijn geweest om er nog in te kunnen zitten. Ja, je kan ook misschien wel zeggen, misschien ook wat te lelijk, maar ja, als je kijkt naar hoe dit apparaat in de praktijk werkt, ja, het is gewoon een hele fijne notebook als je naar een 15-inch notebook op zoek bent die er wat leuks uit mag zien. Aan deze kant nog een slot in DVD drive, dat zie je ook niet heel vaak op notebooks. Meestal zijn het van die lelijke laadjes. Ja, ja, en dit is zeker een stuk stijlvol. Het nadeel is wel natuurlijk dat ook zich natuurlijk ook wel een beetje vertaalt in de prijs. En wat ik persoonlijk wel jammer vind van deze notebook, het is een notebook zo rond de €1200, is dat de materialen niet op alle punten even luxe zijn. Als je gewoon een beetje kijkt, het is hier, zou ik zeggen, allemaal wel een beetje aan de dunne kant. Ja. Dat had wat mij betreft ietsje luxer mogen zijn in een notebook uit deze klasse. Het is mooi plastic, maar het blijft plastic. Ja, kijk, als je zo'n notebook in die prijsklasse gaat kopen, dan verwacht je toch een klein beetje dat de virtuele rode loper voor je wordt uitgelegd. En dat had wat mij betreft op dat vlak net iets meer mogen zijn. Maar ja, het is wel een ontzettend mooie notebook. En daarmee komen we weer aan het eind van Hardware Info TV. We spreken je snel weer.